Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. De satellietfoto zit vol met stapelwolken, dat zijn al die witte vlekken op de foto. Er waren regen- en onweersbuien en die trokken ook vanmiddag en ook nog vanavond over het land. Maar later vanavond begint de buigheid geleidelijk af te nemen, worden dus op de meeste plaatsen droog. Aan zee waait de wind met windkracht 5 uit het westen tot zuidwesten, in het binnenland staat wat minder wind. Vannacht is het dan in het binnenland grotendeels droog en kan het wat nevelig worden. Vooral aan zee blijft nog een enkele bui mogelijk. Kan best een felle bui zijn met opnieuw onweer. En ook morgen overdag hebben we weer te maken met onstabiele vochtige lucht. En dus met regenbuien en soms onweer. Tussendoor zonnige perioden dan is het even droog en het wordt ongeveer 20 graden bij opnieuw een stevige wind. Woensdag draait de wind naar het noordwesten en begint de luchtdruk te stijgen. De buigheid neemt dan in de loop van de dag af. Het wordt gemiddeld 21 graden. Donderdag en vrijdag worden twee droge dagen en met flink wat zonneschijn stijgt het kwik vrijdag naar 21 tot 23 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.